Edwin, ik heb gehoord dat jij volgend jaar met jouw lang verwachte album uitkomt. Ja, dat is waar. Dat is absoluut waar. Ja, maart is er nog steeds de planning, dus dat gaat volgens de planning wel gebeuren. Maar maart welk jaar? Nou, in dit geval maart 2014 gaat gebeuren. Ja, daar gaan we niet onderuit komen. Dat gaat echt gebeuren. Dus je hebt je tijd gevonden om naast het schrijven voor andere artiesten echt voor jezelf aan de gang te gaan? Ja, uiteindelijk moet het er een keer van komen. En ik stel het nu al zo lang uit. Het is niet zo dat ik niks te doen heb, maar ik heb zoveel verschrikkelijk te doen. Dus nu heb ik gewoon gezegd, nou gaan we ervoor en maart volgend jaar breng ik dat album uit. En komen er dan nummers op die fans van jou al kennen of echt allemaal nieuwe nummers? Nee, er komt mijn repertoire helemaal komt erop te staan. Alles erop en eraan wat ik ooit gedaan heb. En ook weer een paar nieuwe nummers, ook een paar duetten. Dus we gaan nog wel flink uitpakken. En ga je dan ook meer in het land optreden? Ja, nou ja, ik vind het nog steeds hartstikke leuk om te doen. En ik treed hier en daar natuurlijk wel regelmatig nog op. En ik doe natuurlijk heel veel presentaties, dat soort dingen. Maar ik ben nog niet van plan te stoppen, nee. Dus ik ga nog wel even door. Maar hoe vind je nou de mix tussen presentaties, schrijven en zelf optreden? Het is alle drie gewoon leuk. Kijk, uiteindelijk vind ik het leuk om op het podium te staan. Maar daarbij is het ook leerzaam. Ik zie ook wat er gebeurt in de zalen. Wat de mensen wel leuk vinden, wat ze niet leuk vinden. Dus het is voor mij ook heel erg belangrijk om te weten wat er in het land gebeurt.